De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen. En vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je nee, ik ben een MBO. In de podcastserie Dit is onderwijs. vragen Chantal Mulder en Maaike Kuilbor hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. En jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Is het de maatschappij? Ja, daar zijn we weer. En dit keer alweer met seizoen 5 van de podcast Dit is onderwijs. En vandaag is onze eerste gast Anne. Goedemiddag Anne. Hey, goedemiddag. Wat leuk dat je bij ons bent. Ja, dat vind ik ook. Ik heb er helemaal zin in. Nou, dat is goed om te horen. Uh, zou je jezelf willen voorstellen? Wie ben je en wat doe jij? Uh, ik ben Anne Veel de Vries, meisjesnaam de Vries. Uh, en ik ben kinderfysiotherapeut van oorsprong Um, vanuit daar ben ik heel erg zoekende geweest naar uh, prikkelverwerking bij kinderen. Vanuit mijn eigen dochter eigenlijk, uh, vooral de zoektocht gestart van joh, hoe werkt dat nou met prikkels en alles wat de zintuigen meekrijgen in het dagelijks leven? Hm? Dus ik focus me heel erg op uh, prikkelverwerking um, en van daaruit eigenlijk ook heel erg op uh, ontspanning bij kinderen, mindfulness, yoga, alles om kinderen uh, wat rustiger te krijgen in de maatschappij van nu. In de drukke wereld waarin we leven. Juist, ja. dat ja. Ja, wat leuk cool. jij, Chantal. Jij ja. bent er ook weer dit seizoen gewoon bij. Ja, ik ben er ook weer. <laughs> dus dat is misschien wel even leuk voor de luisteraars. Dat we ook, dat ook gewoon met hetzelfde stijl doorgaan. Ja, zeker weten. Dus is, uh, uh, inderdaad, het vijfde seizoen, maar voor mij de derde en voor jou alweer de tweede, moike. Zeker. Het wordt bijna gewoon al. Bijna. <laughs> <laughs> maar elk keer nog net zo leuk. Uh, Anne, wat we gaan doen is, ik ga je een aantal stellingen voorleggen en daar mag jij op reageren. En vanuit daar gaan we een stukje de diepte in. Leuk. Oké, okay, nou, Benieuwd. Kort, stelling 1. Wat is volgens jou het doel van onderwijs? Um, nou, ik hoop toch eigenlijk wel kinderen in het breedste zin uh, van alles te leren over de ontwikkeling. Dus niet alleen uh, vakken als spelling en rekenen, uh, maar ook uh, rondom motoriek, dat vind ik natuurlijk heel belangrijk, hmm. bewegen bij kinderen. Uh, kinderen ook eigenlijk duidelijk maken waarom bewegen zo belangrijk is. Uh, maar vooral ook kinderen leren dat ze mogen luisteren naar hun lichaam. Dat als hun lichaam aangeeft dat ze iets anders nodig hebben, dat ze dat ook voelen ja. en ook ja. aan durven te geven. Uh, dus eigenlijk het hele het brede aspect, ook sociaal-emotioneel, vriendjes maken, vriendinnetjes. Helder. Vraag twee: wat is voor jou dan het belangrijkste wat jij op school hebt geleerd? Was nou, dat heb... dan dit ook? Nou, daar heb ik dus over nagedacht. En gisteren ook wel met mijn kinderen over gehad, het, dan heb je toch eigenlijk het allerleukste wat me bijgebleven is. Dat was toch echt het kamp in groep 8, <laughs> ja, ja. En nu mijn andere dochter is heel erg bezig. Nu die begint met die eindmusical. Ik ken die liedjes gewoon nog, ja, ja. Dus de eindmusical kamp, uh, maar dus ook heel erg vriendschappen Vriendschappen maken. Wij woonden of we hadden een school aan een ringvaart. Uh, ik zat in Purmerend op school Schaatsen met school, uh, zwemmen met school, uh, dus toch ook echt wel het hele echt het motorisch, het sporten, het bewegen. Dat is wat mij heel erg is bijgebleven en niet zozeer dus uh, de helaas, rijtjes, de rijtjes. Nee, vooral ik hoor jou ook echt zeggen het stukje sociale interactie en ja. daarbij het bewegen. Ja, dus ik geloof ook echt wel dat sociale interactie naast dat het gewoon in het klassikale uh, zich ontwikkelt, hè, maar ook zeker met creatieve vakken bewegen, dat daarin echt die mooie sociale stukjes ontstaan. Okay. En als ik aan jou vraag, moet leren leuk zijn? Wat is daarop jou dan ant jouw antwoord dan? Nou, ik geloof niet zo in dat alles in het leven leuk is. Dus er zitten natuurlijk denk ik ook op school dingetjes bij die niet zo leuk zijn. En dat hoort ook bij het leven. Ik denk dat kinderen moeten leren omgaan met dingen die niet zo leuk zijn. Um, maar als je heel erg aansluit bij wat het kind uh, nieuwsgierig maakt, dan is denk ik onderwijs alleen maar leuk. Dus als je een beetje thematisch kijkt of kijkt wat speelt er in de wereld. En van daaruit met het kind gaat ontdekken wat het kind graag leren wil. En daar een beetje bij aan probeert te sluiten. Dan hoop ik dat het heel leuk kan zijn. wordt het vanzelf leuk. Bijna wel. Hey, nu hoorde ik jou zeggen, ik heb zelf ook kinderen. Dus je zit met kinderen in het onderwijs. Als je dan kijkt naar het huidige onderwijs en je zou daar iets aan mogen toevoegen. Wat zou dat dan zijn? Uh, ja, toch echt wel het stukje waar ik me nu heel erg aan in het verdiepen ben. Dat uh, ja, ik ben net 40. Ik merk dat heel veel mensen en vrienden om mij heen uh, of nu in een burn-out raken of overbelast raken mm. en eigenlijk mm. nooit geleerd hebben hoe voel je nou eigenlijk in je lijf. dat je dat het te veel is of dat het te druk is of uh, dat de dag voor jou te lang is. Ik zou heel erg graag willen dat kinderen veel beter voelen bij zichzelf wat heb ik nou eigenlijk nodig en dat ook kunnen aangeven. Maar ik denk wel dat kinderen dat geleerd moeten worden. Dat denk ik ook. En als we dat zouden toevoegen aan het onderwijs, waar zouden we dan mee moeten stoppen? Uh, ja, misschien een beetje een open deur, maar uh, denk ik toch het meten met allerlei meetinstrumenten. Denk ik. Okay. Um, kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst? Ja? Ja. Of ik dat zo vind? Ja, of je dat zo vindt. Ja, um, ja dat denk ik wel. Ik, ik zie wel steeds het onderwijs breder worden. Dus niet meer alleen inderdaad de rijtjes, zoals Chantal net zei, maar dat het onderwijs steeds breder wordt. Um, enerzijds, wel dat ze. Uit, ja, dat wel. Alleen. Uh, al die social media en uh, de grote vlucht die natuurlijk computers en iPads nemen in het onderwijs. Ik denk dat we ons daar nog wel voor kijken bij kinderen. Wat voor impact dat heeft op de hmm. hele ontwikkeling van kinderen. Fijn. Dus of ze daar voldoende op voorbereid zijn, dat vraag ik me af. En dan bedoel ik niet alleen de kinderen, maar ook de ouders die daar denk ik uh, iets in te doen hebben. Ja, heb jij daar een idee over wat we daarmee zouden moeten doen dan? Of kunnen doen? Nou, toch ook wel psycho-educatie, denk ik. Uh, ouders zijn zich soms niet bewust van wat een. Uh, Computergebruik of iPad gebruik of gamen, wat dat doet met de ontwikkeling van het brein van kinderen. En hoe belangrijk, motoriek, maar dus ook buitenspelen na schooltijd, eigenlijk is om kinderen te leren dat ze zich moeten kunnen concentreren op een taak. Dus in hoeverre buitenspelen ook weer invloed heeft op, ja, wij noemen dat in het onderwijs, executieve functies. Dus eigenlijk de uitvoerende functies van het brein. Ja. Buitenspelen is daar een hele belangrijke en simpele methode voor om dat met kinderen te oefenen. En als ik zie hoeveel kinderen bij ons op de praktijk komen die dat nu niet beheersen. En die dat geoefend willen hebben is eigenlijk onze boodschap altijd buitenspelen is eigenlijk de beste manier. Dus kinderen van nu moeten weer leren buitenspelen. Ja, dat is toch best extreem. Ja, dat is het zeker. Ja. ja ik woon in een nieuwbouwwijk met ja. echt heel veel kinderen, maar als ik zie hoe weinig kinderen er buitenspelen in het weekend. Ja. Dat vind ik echt schrikbarend, ja. ja. ja die zitten er waarschijnlijk allemaal binnen. <kwijnt> achter de PlayStation, achter de PlayStation. En kinderen weten ook eigenlijk bijna niet meer. Ik zie het als vriendjes en vriendinnetjes met mijn kinderen mee komen naar huis. Dat ze niet zo goed meer weten. Wat moet je nou dan eigenlijk doen buiten? Ja. Ja. Mijn kinderen spelen zaterdag en zondag de mol na. Wie is de mol? <laughs> Oké, okay, dus nou inderdaad een mooie boodschap. Inderdaad meer spelen. Meer spelen, ja. ja. Als we dan iets verder kijken. Wat dan zou een belangrijke vaardigheid of competentie zijn die iedere jongere van 16 jaar moet hebben meegekregen? Uh, nou, ik denk dat kinderen. Moeten voelen, eigenwaarde moeten hebben. Dat ze voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat, dat ieder kind heeft talenten. Daar ben ik van overtuigd. En dat je die talenten heel erg moet uh, benutten om er te komen in de maatschappij. Zodat het helemaal niet erg is als je niet goed bent in rekenen of niet goed bent in spelling. Dat ze vooral weten waar ze wel goed in zijn. En er komt alweer een laatste stelling: een laatste vraag. In de leader nemen wij een stelling aan, namelijk we willen de wereld in de school zetten en de school in de wereld. Hoe kijk jij je tegenaan? Uh, nou, ik denk als je dus echt thematisch naar het onderwijs kijkt, dus wat speelt er inderdaad in de wereld uh, op dit moment en daar kinderen in meeneemt, dat je dan heel goed aan kunt sluiten bij die stelling. Okay. Ja, dus echt een beetje de actualiteit meenemen ja. om vanuit daar te gaan kijken naar wat ja. zitten daar voor leermomenten in. Zeker, ja. ja. Is dat niet een beetje andersom dan hoe het nu vaak het geval is? Voel je gevoel? Ja, mijn kinderen zitten op een thematische school. Dus misschien is dat ah. dan weer net anders. <laughs> Die doen daaraan. Ja. ja, daar heb ik heel bewust ook wel voor gekozen. Ja. Ze zijn geswitcht ook van basisschool. Omdat ik mm. zie dat nu mijn kinderen op een thematische school zitten. Ja. Uh, ze kijken iedere dag naar het jeugdjournaal en vanuit daar komen er gewoon al heel veel nieuwsgierige vragen. Ja. En ja. daar kun je heel erg je onderwijs op aan laten sluiten. Ja, precies. Kun je wat uitleggen? Wat is thematisch onderwijs precies? Um... Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld het thema gehad over het menselijk lichaam. Ja. Dat thema is nu net voorbij. Ze hebben vaak thema's van vakantie tot vakantie. Dus het is ook wel duidelijk afgekaderd oh, waar ja. dat thema over gaat. In een periode. In ja. een periode. En um, nou, mijn, uh, neem even groep 7, waar dan mijn middelste dochter in zit. Die ja. uh, mocht samen met een groepje een, een deel van het lichaam. Zij heeft dan uh, um, het ademhalingsstelsel uitgekozen met haar groepje. En zelf ja. gaan ze dus onderzoeken wat hoort daar eigenlijk allemaal bij ja, dus je bent aan het zoeken op internet, uh, je gaat allerlei dingen uh, ontdekken. Je moet lezen, je moet mm. moeilijke woorden opzoeken om uh, yeah. daar de tekst te begrijpen. Leren welke bronnen geschikt zijn en welke niet, waarschijnlijk. Ja, ja. ja welke betrouwbaar zijn en niet. Uh, en ze hebben hun eigen lijf overgetrokken op een grote poster uh, om te kijken naar nou, waar zitten dan je longen, hoe groot zijn die ten opzichte van oh, de rest ja. van je lijf. Ze hebben met rietjes en allerlei kunstmateriaal dus die longen nagemaakt en de longblaasjes. Ja. Ze hebben een powerpoint gemaakt en dat gepresenteerd aan alle ouders aan het eind. Dus het is wel, ja, er zitten allerlei vakken, eigenlijk schoolse vakken verweven in dat hele thema. Ja, en ze leren allerlei vaardigheden aan, als ik je zo een ja. beetje goed hoor. Ja. Ja. Um, krijgen zij dan wel voldoende dingen als rekenen en zo op die school? Dat doen zij in de ochtend. Dus ze hebben het ah. een beetje verdeeld. De ochtend is echt de schoolse, va de schoolse vakken. En de ah, middag is okay. echt thematisch onderwijs. Ja, precies. Ja. En zo krijgen ze dus in zo'n periode tussen twee vakanties. in de ochtenden ja. een beetje het oldschool onderwijs, om het zo maar te zeggen. De basisvaardigheden. Ja. En in de middagen ja. kunnen ze helemaal los met een thema. Ja, waarbij ja. ze dus ook heel veel gastdocenten vragen. Dus ze hebben iemand gehad van de, van de EHBO. Dus ze hebben. Ah. HBO-les gehad. Ze hebben uh, ik ben op school geweest om de kinderen les. Dus ze vragen veel ouders yeah. een bijdrage te leveren. Uh, er is iemand van, uh, uh, van het ziekenhuis geweest. Uh, ze hebben geleerd hoe je nou röntgenfoto's kunt bekijken. Dus het is heel breed. Wow. Dus, dus als wij zeggen inderdaad, onderwijs uh, is geen thema in de maatschappij, onderwijs is de maatschappij. Dan is dit een mooi voorbeeld. Toch? In die school dat ja. ook. Ja. 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 Jij hebt je kinderen geplaatst op deze school, overgeplaatst. Ja. Um, zonder slecht te gaan spreken van de vorige school. Hoor. Maar uh, nee, dat niet, hoor. wat voor soort onderwijs gaven ze daar dan? Wat is het verschil? Uh, nou, zij gingen daar net over van klassikaal onderwijs... naar onderwijs op leerpleinen. Aha, dat ja. was eigenlijk de overgang waarin zij zaten. Dus dan uh, keken ze heel erg naar het niveau van je kind. En dan kreeg je dus uh, instructie op jouw niveau. En dan ging ah, je het uitwerken okay. op een leerplein. Ja. En dat betekende dus dat mijn kinderen de hele school doorgingen. Ja. Afhankelijk van hun niveau. Um, ja, en mijn kinderen, maar dat is denk ik per kind heel erg verschillend. Vooral mijn middelste dochter, die toen in groep vijf zat... die ervaarde het mm -hmm. heel erg van... ja, ik ben dus heel slecht in spelling... want ik moet naar groep drie voor spelling. Ja. Uh, en rekenen mag ik wel doen in mijn eigen klas. Dus zij ervaarde het inderdaad dus echt... dat ze in bepaalde vakken minder goed was dan ja. een ander. Dat er een waardeoordeel in zat. Dat er een waardeoordeel in zat, in zat. Ja. Mm. ja. En ze vond het lastig dat ze steeds... dat ze niet gewoon meer haar eigen tafeltje... met haar ouderwetse laatje had... Ja. wanneer ze haar eigen spulletjes had... maar met een mandje van... Klas naar klas ja. moest, raakte alles kwijt, is absoluut niet geordend. Leiden een, een zwervend bestaan. Functie? Nee, slechte executieve functie in pleinmatig werken. Ja, ja. dus zij leidde een zwervend bestaan door die school, door ja. de gangen van die school. Ja, en toen heb je besloten om, uh, om verder te gaan kijken. Je ja. um, vertelde ook al in een beetje het introductiestukje dat jij uh, heel erg bezig bent geweest. Vanuit je eigen kind. naar Prikkelverwerking bij kinderen. Is ja. dat dezelfde dochter waar dit. Nee, dat is de speelt? oudste. Dat oh, is de oudste. Ja, ik heb drie kinderen. Ik heb drie <laughs> kinderen. Wat ja. zag jij bij je oudste um, waardoor je dacht, hier, hier moet ik wat mee of hier wil ik, uh, wil ik haar beter in kunnen helpen? Nou, zij was van baby af aan heel gevoelig voor aanraking. Voor ja. in het begin, het was mijn eerste kind. Ja, hè, dan ben je nog erg zoekende. Ligt het dan mij als moeder? Doe ik iets ja. verkeerd? Heb ik het verkeerd vast? Of... Uh, maar heel, uiteindelijk bleek ze heel gevoelig voor labeltjes, uh, voor bepaalde stofjes die ze aan had. Maar ook prikkels in de mond, uh, structuurtjes van iets wat ik niet goed geprakt had. Oh jeetje, ja. Um, en uh, zodra ze er handjes op de oren kon doen, deed ze dat ook. Dus vroeg ze om anderen stil te zijn. Ja. Uh, merkte ik dat het in een supermarkt met heel veel prikkels voor haar heel moeilijk was om okay. rustig te blijven. Prikkels op elk gebied: visueel, ja. auditief, uh, tactiel. ja, ja al ja. die kant. Jeetje, oké. Okay. Ja. En toen? Uh, nou ja, ik wist er ook niet veel van. Yeah. Uh, maar ik ben mezelf heel erg gaan verdiepen. Uh, nou, zij heeft op, op driejarige leeftijd al de diagnose autisme gekregen. Yeah. Uh, en daar houdt eigenlijk bijna alle kinderen met autisme... hebben een prikkelverwerkingsstoornis. En zo doende ah, okay. ben ik me eigenlijk gaan verdiepen. En dan heb ik eigenlijk alle opleidingen die in Nederland bestaan... op het gebied van sensorische informatieverwerking. Dat is het moeilijke woord voor prikkelverwerking mm. gedaan. Yeah. Uh, om andere ouders en kinderen ook te kunnen helpen. Ja. Yeah ja dus echt vanuit een eigen ja. ervaring en ja. betrokkenheid natuurlijk bij ja. je eigen kind ja, ja. Um, ja. wat sorry ik, uh, <laughs> ga je gang <laughs> nou ik was, was, was eigenlijk benieuwd daarna als, als een doorvraagde of, want jij zei op een gegeven moment in het begin stukje van uh, eigenlijk zou ik zou kinderen gunnen de breedste zin van ontwikkeling uh, rondom de motoriek ja maar ik ben heel benieuwd hoe zie je dat dan voor je en hoe zouden wij daar ook in het onderwijs voor mij kunnen geven want nu huren wij heel vaak een orthopedagoog of een fysiotherapeut in... of kinderen gaan ergens naartoe. Um, maar zou het ook, zouden wij daar zelf ook al meer mee kunnen? Nou ja, ik denk eerder preventief. Uh, om bijvoorbeeld een ouderavond te organiseren... waarin je ouders dus, wat ik eerder ook zei, duidelijk maakt... dat met name gamegebruik en gebruikt of beeldschermtijd eigenlijk, ja. wat dat doet met het brein. Want daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar het is ook de maatschappij van nu... Die computers en die games, dat is ook gewoon ja. uh, wat negen uh, van de tien kinderen tegenwoordig doen. Maar ouders realiseren zich niet hoeveel invloed dat heeft op de ontwikkeling van je kind... maar ook sociale vaardigheden. En nou, Het was echt vanochtend toevallig nog op het nieuws, ik weet niet of jullie het meegekregen hebben... maar dat er een onderzoek gedaan is naar telefoongebruik van ouders... en de invloed daarvan op een ja. kind tot één jaar, dus tussen de nul oh, en één jaar. Zo jong zelfs, jeetje. Wat dat doet eigenlijk met, uh, ja, met het gedrag van een baby... Wat kun je daar een voorbeeld van ja. geven dan? Wat uh, kwam er uit het onderzoek? Nou, dat kinderen die gaan negatieve aandacht zoeken. Hè, want ze krijgen niet de aandacht van de ouder die ze vragen. Er is, op het moment dat jij op je telefoon zit, heb je geen oogcontact met je kind. Ja. Dus je mist eigenlijk al de, de visuele interactie uh -uh. die je normaal zou hebben met je kind. Uh -uh. Waardoor je kind aan jou kan zien, ben je er of ben je er niet bij met je gedachten. Ja. Uh, uh, vanuit, vanuit je gezicht is natuurlijk heel veel af te lezen. Ja. Of je... Uh, het gedrag van een kind goedkeurt of niet goedkeurt. En op het moment dat je op je telefoon zit, maak je geen oogcontact met je kind. Ja. Dus ben er je blijft afgesloten. Ja. En dat heeft zelfs dus op zo'n jonge leeftijd al invloed op, ja. op hele jonge kinderen. Zeker, ja. Ja. Um, En dan daarna neem ik aan dat hè, wat ouders voorleven, dat gaan kinderen kopiëren, feitelijk, dat gedrag. Dus als ja. je, je ouders de hele dag op hun telefoon of achter de laptop zitten, dan ja. ben je geneigd dat zelf ook meer te gaan doen. Ja. Maar wat zijn de gevolgen van. Voor iets, iets oudere kinderen, bijvoorbeeld basisschool of middelbare schoolleeftijd, kun je dat delen met ons? Uh, nou, je hebt een rechter en een linker hersenhelft, mm -hmm. en die hersenhelften hebben functies. De ja. ene is vooral gericht op het zien van letters en het interpreteren van wat die letters betekenen. Een andere hersenhelft is veel meer gericht op rekenvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, iets mm -hmm. dichtbij of ver weg. Maar die hersenhelften moeten in het onderwijs heel erg samenwerken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een digibord en je schrijft iets op... jij ziet dat met je visuele zintuig en je, yeah. en je, en je moet het naschrijven. Hè? Dus je, je brein zorgt ervoor dat je hand letters naschrijft... wat yeah. jij ziet op het bord. Yeah. Daar zijn twee hersenhelften bij nodig. Dus die hersenhelften moeten continu met elkaar samenwerken. En die samenwerking leer je door tweehandig vaardigheden te doen. Veters strikken, puzzelen, met je ene hand je blaadje vasthouden... en de ander tekent en kleurt. Ja. Yeah. Uh, maar ook uh, op een bank klimmen, uh, in een boom klimmen, van een bo uit een boom vallen. Uh. Dus ja. het is echt letterlijk fysiek bezig ja. zijn, op welke manier dan ook, ja. is nodig om die koppeling te maken tussen die twee hersenhelften. Juist, ja, en die heb je ook nodig voor het leren. Ja. ja. En als je achter een beeldscherm zit, dan gebruik je maar één helft. Ja. Eigenlijk. Dan ben je je bent wel. En want ouders zeggen ja, maar Kind zit toch met twee handen aan zo'n. Ja, jullie kunnen niet ja. zien wat ik nu aan het doen met een, een, Doe een joystick na. Nou. Een joystick. <laughs> en dus dat is wel heel erg tweehandig werken, maar de benen ja. zitten stil. Ja. Dus de rest van het lijf is niet met twee kanten tegelijkertijd aan het werk. Het is, heel, het is een hele eenzijdige activiteit, ja. waarin het brein visueel heel heftig geprikkeld wordt. Ja, precies. Wat ook weer invloed heeft op slapen op, bij kinderen. Mm -hmm. Dus nou ja, inderdaad, want dat was de vraag: hè. wat merk je dan aan kinderen? Wat voor gevolgen, wat voor negatieve gevolgen? aan te veel beeldschermtijd zitten, uh, slaapproblemen. Motorische achterstand. Motorische achterstand. Dus ze hebben letterlijk de fysieke vaardigheden niet meer... om in ja. een boom te klimmen, bij wijze van spreken. Ja, nou, en problemen dus in executief functioneren. Dus uitvoerende vaardigheden. Dus plannen, organiseren, uh, wow. impulsbeheersing. Goed waarnemen, nauwkeurig zijn. Mm. Er zijn heel veel vaardigheden die ermee samenhangen. Jeetje, ja. En was dat in onze tijd, hè? want we zitten hier met allemaal veertigers, toch Richard, aan tafel. <laughs> uh, was dat in onze tijd anders? Ja, als ik mijn moeder mag geloven, wel. <laughs> ja, ik denk als ik voor mezelf spreek ook. Wij speelden altijd ja. buiten. Ja. Maar nou, hoe zijn wij anders groot geworden dan dat de jongeren van nu groot gaan worden? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Wat ga je merken aan die generatie die na ons komt? Uh, nou ja, ik Denk uh, dus dat, uh, dat uh, oplossende vermogen dat dat, uh, mm -hmm. dat dat echt wel anders is. Wauw, oké, okay. dat is best wel extreem, want we hebben nogal wat uitdagingen in onze maatschappij waarvoor we hè, staan. Hè, toch? Waarvoor anders denken en oplossingsgericht denken wel basisbenodigd heeft. Bij het zijn. vallen en opstaan eigenlijk? Hè? Want waar ja. leer je vallen en opstaan mee? Dat is door te spelen. En door uit een boom te vallen en te bedenken, nou ja, zo moest het dus niet. Nee, dus precies. hoe ga ik het dan wel doen? En hoe ga ik het dan vervolgens wel doen? Ja. En vaak stond in in mijn geval, mijn moeder stond niet naast me om mij te vertellen hoe ik dan, uh, nou ja, dat, het weer uh, hoe je het moest doen of al die. Op te vangen. Ja. Dat is ook natuurlijk de maatschappij van nu dat er, als je kijkt bij een, een, een kinderdagverblijf wat voor speeltoestellen er mogen nog vanuit ja. de GGD. Ja. En welke wetgeving allemaal bepaalt wat wel en niet op een schoolplein mag. Ja. ja. Dan mag er niet zo heel veel meer. Dat kan jij beter weten. Nee. <laughs> nee hoor, dat klopt. Dan mag er steeds minder inderdaad. Hé ja. Hey Ann, ik hoorde je ook zeggen: uh, kinderen leren luisteren naar hun lichaam. Ja, dat vind ik echt super belangrijk. Ja, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, ik ben nu bezig met een, uh, een oefengroep voor kinderen samen te stellen. Dat heb ik reis door het lichaam genoemd. Um, ja, dan begin ik eigenlijk met de voeten. Dat is de onderkant waar je eigenlijk op staat. Uh, waarin kinderen eigenlijk... Uh, ik stel ook vaak de vraag... Uh, aan het eind van zo'n zo les... Zo les ik, heb, ik heb acht lessen gemaakt. En dan ga je van mm -hmm. je voeten naar je, je bovenkant van je lijf. Dus naar je hoofd. Yeah. En je begint ook gewoon met je voeten. Nou, je gaat je voeten eens omtrekken. Hoe groot zijn die voeten eigenlijk? Je hebt er twee. Waar heb je er eigenlijk nog meer twee van? Nou, daar komen de meeste... Het is een programma voor kleuters, dus. Ah, oké. Okay. Jonge <laughs> kinderen, ja. <laughs> het zijn prachtige antwoorden die je dan krijgt. <laughs> uh, waar ik soms niet eens over nagedacht heb. Hè. Twee neusgaten, twee oorlelletjes, nou, van alles. ja, um, nou ja vandaar ook vandaar elkaars voeten masseren bijvoorbeeld. Nou, kinderen raken elkaar bijna niet meer aan. Dus dat ja. is heel ja. gek om de voet van je buurvrouw even lekker te masseren. Ja. He, dus het schiebelen, en lachen en uh, daarna ook je eigen voeten masseren. En wat kun je eigenlijk met je voeten stampen en. Uh, op je tenen lopen en op je hakken. Waar zitten je hakken dan eigenlijk? Hoeveel botjes heb je in je voeten? Nou, de hele les gaat over voeten. Daarna gaan we ook slapen met de voeten. Dus gaan we liggen en dan bedenken dat je uh, over het strand loopt met je voeten. En wat ja. voel je dan? En aan het einde sluit ik altijd af met een stukje dankbaarheid. vraag ik ook waar danken we eigenlijk onze voeten voor? Waar zijn we eigenlijk dankbaar voor voor onze voeten? En dan hoor je ook hele kinderen hebben mooie ideeën dat ja. ze me overal naartoe brengen. En dat ik vandaag naar school kon lopen. Uh, en dat uh, mijn voeten in bad zo lekker warm voelen en dat ik uh, tien tenen heb, nou ja, er is genoeg om op te doen ja. wat die voeten aangaat. Ja. ja. En vanuit daar leren kinderen eigenlijk hun lijf uh, veel beter ervaren. Ja. ja. En wat levert ze dat uiteindelijk op? Als je je lijf beter kan ervaren. Nou, dat je ook beter kunt aangeven wanneer je lijf moe is. Mm -hmm. Als een kind nu zegt, juf. Ik kan niet meedoen met de gym, want ik ben moe. Ja. Dan hoor ik, als ik een kind observeer tijdens gymles... want ik observeer nogal veel kinderen tijdens gymmen... om gewoon te zien, wat doen ze daar nou ja. eigenlijk? Ja. Dat een gymleerkracht eigenlijk zegt... nou, kom op hoor, nog even door, Het is nog tien minuutjes. Ja. Dat even, kan je dat kan jij. even de grenzen oprekken. Even de grens oprekken. Daar is ook wat voor te zeggen, overigens. Hè. Terwijl, als je tegen een kind zegt... joh, je bent moe, goed dat je naar je lijf luistert. Even zitten, en als je denkt dat je lijf weer... Uh, Genoeg energie hebt, mag je weer meedoen. Zie je eigenlijk alle kinderen na een minuut weer meedoen? Weer meedoen, ja. Terwijl ze dan wel meekrijgen dat je mag luisteren naar je lijf. Ja. Laatste vraag. Kinderen komen bij jou hè, uh, um, om, om dit soort dingen te leren. Je zegt eigenlijk, voorkomt dat misschien wel als ze veertig zijn, dat ze burn-out raken, dat soort dingen. Ik heb er nog geen onderzoek naar gedaan, hè, maar dat is een beetje hypothetisch. Dat is een... hypothetisch. Ja. ja, Dat vermoed je in elk geval. Um, wij hebben uh, geen beeldschermen gehad in onze jeugd. Of in nee. ieder geval een stuk minder. Maar toch wel heel veel ja. van dit soort klachten. Ja. Heb je daar een verklaring voor of een advies misschien? Nou, ik denk niet. Ik heb persoonlijk niet in mijn jeugd. Uh, geleerd dat ik mag luisteren naar wat mijn lijf me aangeeft. Ik kom uit een, uh, uit een boerengezin mm -hmm. uh, ik heb een, uh, een achtergrond uit de polder. Yeah. daar was het toch al wel uh, doorgaan. Uh, yeah. Het was wel belangrijk, hard werken, wordt je niet minder van. Ja, precies. Ja. ik heb niet heel erg geleerd persoonlijk om goed te luisteren naar wat mijn lijf en mijn hoofd me nou vertelt. Ja, dus dat is iets waar we allemaal Denk beter ik wel, van ja. zouden kunnen worden. Ja, ja. dank je. Ja, en als we dan kijken naar alles wat er nu gezegd is hierover, uh, zou je het dan in één zin kunnen samenvatten, wat, wat wens je eigenlijk uh, de, de, de kinderen van nu toe, of de jongeren van nu? Uh, wat wil je ze meegeven? Nou, dat het uh, niet alleen gaat om onderwijs, maar dat het gaat om onderwijs, uh, lijf, uh, vitaliteit, dat het, je bent een geheel, alles bij elkaar. Okay. Nou, en dat goed. daar ook op die manier naar gekeken zou kunnen worden in het onderwijs. Dankjewel. Ik denk dat het een mooie afsluiting is van het gesprek dat we hebben gehad... over uh, na het, uh, leren luisteren naar jezelf en uh, goed zorgen voor jezelf. Zeker. Uh, mogen we je bedanken voor je aanwezigheid hier en voor, uh, voor je gesprek met ons? Nou, ik ben blij dat ik uitgenodigd ben. Heel nou, erg leuk. Graag gedaan. Een hele eer. Dank je wel. Nou, graag Dankjewel. gedaan. En wil je nog meer horen uh, over Dit is Onderwijs? Kijk dan gerust op onze website of check even onze Facebook of Instagram... En uh, graag uh, horen we je weer een volgende keer. Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken... tussen het onderwijs en de dag van morgen. En de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal... en ditisonderwijs.nl.